Dames en heren, jongens en meisjes, vanuit de Schouwburg in Tilburg is dit de grote Efteling Koekoekshow. Mag ik naar het toneel roepen en geef haar een daverend applaus, Mee Hollerman! Ja, dat is heel goed. Ik ook. Alleen ik heb geen idee wat wij gaan doen. Nee, ja. Het is een beetje een raar verhaal misschien. Maar ik ben uitgenodigd door de directeur van de Efteling om samen met jullie iets heel speciaals te beleven. Nou ja, dat wilde ik wel. Maar wat dit is? Weten jullie dit misschien? Nee. Oh, wat ik wel weet is dat je vragen in een mand mocht gooien. Hebben jullie dat gedaan? Super. Nou ja, misschien dat we daar dan zo meteen iets mee kunnen. Ja, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Oké. Ja. Beste May, wil jij alles weten over de Efteling? Druk dan op deze knop. Ja, zal ik dit maar doen dan? Ja? Willen jullie alles weten over de Efteling? Tel met me mee, oké? 3, 2, 1. En wat? Achter mij? Hier. Wow. Hey, zien jullie dat? Wat is dit? Dag allemaal en dag mee. Hey, hallo. Weten jullie wie dit is? Fons Jurgens, de directeur van de Efteling. Hallo. Inderdaad, ik ben Fons Jurgens en ik ben directeur van de Efteling. En hiernaast me staat Job den Hartog. Ja, hi. Klopt. En waar Fons directeur is van de hele Efteling, van de hotels en vakantiepark Bosrijk, ben ik zeg maar de baas van alle attracties in het park. Vet. En jullie zijn misschien wel te gast bij misschien al de meest spectaculaire show die we ooit bij de Efteling hebben gehad. En wat jullie hier zien op het toneel, dat is onze control room. Oftewel de controlekamer van de Efteling. En daarmee sturen we alle attracties aan. Ja, dat klopt. Dus de attracties, maar ook de muziek, ook het licht. Ja, echt alles. Ja, maar hoe kan deze dan hier staan? Dan doet toch niks het nu bij jullie in de Efteling? Dat is dus juist zo bijzonder, want wat niemand weet, maar jullie nu dus wel, is dat de control room eigenlijk altijd hier onder de rots bij Langnek zit. Wat? Daar? Ik wist het. Lang geleden heeft de oprichter en bedenker van de Efteling, Peter Reinders, deze control room gebouwd. En het was altijd een heel groot geheim, maar wij wilden dat juist delen met alle gasten van de Efteling. Ja. En dus hebben we ervoor gezorgd dat deze machine een heel jaar lang door Nederland reist, zodat iedereen weet hoe de Efteling werkt. Dat is te gek, maar hoe dan? Ja, door een speciale 5G-netwerkverbinding kan de Efteling vanuit daar aangestuurd worden. Wacht. Dus ik kan vanaf hier met dit ding de Python besturen. De Aquanura, de Indische waterlelies, de vogelrok. Ja, maar dat doen we natuurlijk allemaal niet zelf, hè? Nee, daar hebben we een Efteling controller voor. En die hebben wij met de machine meegestuurd. Dus, dames en heren, jongens en meisjes,
mag ik een daverend applaus voor de hoofdcontroller van de Efteling, Renier van der Heijden. Zo. Hallo allemaal. Hey, Job, Fons. Hoi. Dag Renier. Nou, je weet wat je te doen staat, hè? Ja. En volgens mij hebben alle kinderen in de zaal heel veel vragen. Klopt dat? Ja, klopt. Renier, zullen we eens even beginnen met lang nek? Ja, zeker. Dan weten de kinderen in de zaal gelijk hoe de machine werkt. Wacht, doe jij dit nu? Ja, dit doe ik nu. Live? Ja, live, ja. Ja, eerst gaat hij dus helemaal omhoog. En als hij dan helemaal boven is, dan gaat hij weer omlaag. Ja. Ja, wow. Mooi, hè? En door de ogen van Langnek houden we alles in de gaten. Zo is het toch, Reinier? Jazeker. Kan ik ook wel even laten zien? Wacht. Moeilijkst doen. En als je dat niet doet, wauw. Hakt het de beul zijn hoofd eraf. Je kan gewoon de hele Efteling zien. Ja, ja, nog wel verder hoor. Kaatsheuvel, Loon op Zand, stukje Tilburg-Zuid, als je echt goed kijkt. Met de prinses voor de vrouwen. Bijzonder, hè? En er zijn heel veel bijzondere dingen nog in de Efteling. Reinier gaat dit allemaal aan jullie laten zien. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik heb een hele drukke dag vandaag. Maar Job hier, die houdt voortdurend contact met jullie. Toch, Job? Jazeker. Ik ga jullie zeker goed in de gaten houden om te zien wat jullie doen in het park. Ja, en ik wens jullie een hele fijne voorstelling bij de grote Efteling Koekoekshow. Dankjewel. Doei. Houdoe. Houdoe. Doeg. Ja, hoi, ik ben dus mee. Hoi, Reinier van der Heijden. En jij zit normaal met deze machine in die grot onder Langnek? Ja, ja, dus dit is voor mij ook een klein beetje onwennig met zoveel mensen erbij. Hoe werkt dit? Dat is een hele goede vraag. Dat ga ik jullie namelijk allemaal uitleggen. Heb ik voorbereid. Ja. Even. De Efteling is opgericht in 1952 met de opening van het Sprookjesbos. Die was er als eerste? Ja, ja, ja. En dat is allemaal bedacht en gemaakt door deze meneer hier, Peter Reinders. En het ontwerp, dus hoe alles eruit kwam te zien, is allemaal getekend door deze meneer hier, Anton Pieck. Wauw. Ja, en meneer Pieck en meneer Reinders, die hebben samen alle attracties bedacht en gemaakt tot en met de Indische Waterlelies. Dat is mijn favoriete attractie. Oh, wat leuk. Ja. Die is van dat liedje van Ja, dat klopt. Ja, leuk hè. Goed. Ja, ik wilde altijd zo graag zo'n elfje zijn in zo'n bloem. Wat lief. Ja. Ik smeekte ook dat mijn moeder of ze zo'n wit jurkje voor me wilde uitsnijden. En ik wilde zo graag in de Efteling dat liedje dan op een fluitje spelen. Ik wilde dat zo graag doen dat ze helemaal... Jij was midden in je verhaal, hè? Ja, nee, maakt niet uit. Ja. Ik had gewoon een hele presentatie voorbereid. Goed, waar ik uit wilde komen was het feit dat meneer Reinders is begonnen met het maken van deze controlroom. Eerst alleen maar de onderkant voor het Sprookjesbos. Later ook voor, nou ja, wat je daar ziet, de stoomcarousel. Dat is trouwens misschien wel even leuk. Ik kan even laten zien dat ik die ook vanaf hier kan besturen. Willen jullie dat zien? Ja? Oké. Er zijn in de Efteling zo'n 536 beveiligingscamera's. Die kan ik allemaal vanaf hier bekijken. Maar dan ga ik natuurlijk even naar die van de stoomcarousel. En die is hier. Ja. Dus mocht je ooit zin hebben in een rondje, dan moet je daar naartoe. Ah, mooi. Hij staat nog stil. Wacht, dit is nu live in de Efteling. Dit is nu live in de Efteling. Ja, ga ik even inbellen. Hé, hey Ferdy, Reinier hier. Ja, ik zie dat de carousel stilstaat. Vind jij het goed dat ik even een rondje draai? Ja, doe jij nog even een laatste check. Jojo. Ferdy doet even een laatste check. Kom er maar op staan, hoor. Oh, zul je hem hebben? Weet je dat zeker? Ja, ja. Oké. Okay. Hou je goed vast! Nee, grapje, grapje. Hij gaat helemaal niet zo hard. Ja. Hè? Wat vet dit? Wow, en al die buizen. Waar is deze buis voor? Hè? Deze buis. Oh, dat is de oude buis van Hollebolle Gijs.
De oude buis? Ja. Vroeger kwam al het afval van Hollebal Gijs hier naartoe. Dat was een beetje smerig. Wordt allemaal netjes gescheiden nu, hoor. Maar hij doet het nog wel als ik hem omschakel. Kan dat? Ja, dat kan. Willen jullie dat zien? Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ga ik hem even omschakelen. Er zijn in de Efteling 11 hollebolle gijzen, maar dan zet ik hem natuurlijk even naar de allereerste. Want die is nog gemaakt door meneer Reinders zelf. En die staat op het Anton Pieckplein. En dat is hier. Jo. Ja, prachtig plein. Echt. Echt heel mooi. Papier. Hier. Zul je hem hebben? Papier. Ja. Hier. Ah. Oh. Papier. Nou, dat is nou net jammer dat er niemand is. Maar dan kan ik hem bijvoorbeeld even naar nummer 2. Dat meisje komt. Oh, ja. Ze gooit er een pop in. Ja. En nu? Even wachten. En dan? Luister. Ja. Woe! Ja. Wat? Ja. Wat was dat? Ja, die prop, ja. Mag ik eens zien? Niet. Ja, nou. Dit is nooit dezelfde prop als die in de Efteling daarin wordt gegooid, hoor. Je gooit hem er daarin en komt hij er hieruit. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Maar hoe werkt het dan? Systeem. En mee, ik zou hem misschien niet aanraken. Oh, ja. Sorry. Ja. Maar dit is gaaf, Reinier. Ja. Nog. Oh. Nog meer. Dank u wel. Oké, zoek lekker. Vergeten om te schakelen. Ja, eerste rij. Kijk uit. Ja, dat is eigenlijk waarom we hem niet meer gebruiken. Het is gewoon een beetje vies. Lust er iemand een frietje aan? Nee. Goed, wat ik probeerde te vertellen was het feit dat meneer Reinders is begonnen met het maken van deze hele controlroom. Eerst alleen de onderkant, die is nog echt heel oud, maar later ook de bovenkant. Die is hypermodern voor de nieuwe attracties. Maar Reinier, ik vind het nee, wel... Nee! Oh, sorry. Wat is dat? Dit is de authentieke tekentafel van meneer Reinders geweest. Ja. Wow, en wat is dit? Dat is een kast vol met eerste ontwerpen van meneer Anton Pieck. Niet, dus dan is dit? Het allereerste rode schoentje. En wat is dit? Ja, het allereerste geitje van de 7 geitjes. Wow, en wat is dit? En dat is mijn koffie. Ja, oh. En wat is dat? Een kettingje of zo. Wauw, en wat is dit? Nee! Oh, sorry. Dat is trouwens wel leuk om even te vertellen. Dit is een vaandel. Gemaakt door Anton Pieck, speciaal voor de Efteling en die is dus heel oud. Ja. 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 En de legende gaat dat er vroeger 2 van die vaandels waren en dat er eentje spoorloos is verdwenen. En dat de kabouters die je op dat vaandel ziet nog ergens in de Efteling rondlopen. Ja. Wauw, ja. Dit is nee, vet! Nee. Dit is het schetsboek van meneer Reinders geweest. Dat is trouwens wel leuk om even te laten zien, want hier staan nog allemaal eerste ontwerpen in. Ja, kijk, hier heb je bijvoorbeeld de wolf van Roodkapje, met alle mechaniek. En deze is ook mooi, de allereerste hollebolle gijs. En deze kaart heeft hij ook ontworpen. Ja. Ja. Nee, dat is geheim. Oh, dit is voor een nieuwe attractie? Ja, nee, dat is geheim. Ah joh, je kan het ons toch wel vertellen? Nee. Ja, jullie willen het ook weten toch? Ja, dat snap ik, maar nieuwe attracties moeten echt... geheim blijven. Oké. Okay. Kun je ons dan wel alles vertellen over de Python? Dat is een hele goeie. Wie van jullie heeft er wel eens in de Python gezeten? Heel Tilburg. Zo, dat zijn er best wel veel. Weet een van jullie dan misschien ook hoe hoog de Python is? Ja, is er iemand die een gokje wil wagen, zeg het eens? 66 meter, jongeman, dat is wel heel hoog. Maar hij is iets lager. Iemand anders, ja? 44. We blijven in de dubbele getallen. Dat is ook niet goed. Hij is nog een stukje lager. Iemand anders? Zeg het eens. 30. Ja, hij zit heel dichtbij. Hij is 29,5 meter hoog. Ja. En met deze machine kan ik alle attracties in de Efteling besturen. Maar speciaal voor vandaag hebben wij voor de Python een draagbare console laten maken. Want... Eén van jullie mag vandaag de Python eventjes besturen. Wat? Ja, ga ik hem even activeren. Krijgen we zo alle camerabeelden van de Python in beeld. Wacht, en nu kan je hem besturen? Ja, nu kan ik hem besturen, ja. Wil iemand de Python besturen? Oké, wacht, ik kies iemand uit.
Wat is jouw naam? Bram, heb je ooit al in de Python gezeten? Ja. Hoe vond je dat? Super, oké, ram op die knop. Ja, wacht even. Bram, leuk dat je er bent, maar dan gaan we wel even volgens protocol doen. Bram, ik heb hier de console van de Python. Die ga ik aan jou geven. Maar hij is heel zwaar, dus pas op. Oké, ben je er klaar voor? Komt-ie. Ja, oké, Bram, wat je mag doen is je duimen op de knoppen leggen, maar heel belangrijk, nog niet drukken. Oké? Ja, want dan ga ik even inbellen met de subcontroller. De wie? De subcontroller. Ja, ik ben zeg maar de hoofdcontroller van alle attracties in de Efteling. Maar elke attractie heeft ook zijn eigen subcontroller voor dat stukje veiligheid. En vandaag is dat bij de Python Sjors. En Sjors weet ervan hoor. Hey Sjors, Reinier hier. Ja, vanuit het theater inderdaad. Ja, het is zover. Bram. Ja, die heeft er wel in gezeten, ja. Ja. Ook, doe jij nog even een laatste check? Helemaal goed. Joejoe. George gaat nog even een laatste check doen. Of iedereen netjes in de karretje zit. Beugels vast, dat is wel belangrijk, hè. Oké, Bram. Wat wij gaan doen is even wachten op George. Want George gaat ons zo een groen seintje geven daar. En als jij een groen seintje ziet van George, dan mag jij je duimen keihard op die knoppen rammen. En niet loslaten. Ja? Gaat goed komen. Oké, gaan we even wachten op een seintje van George. Ja, oké. Druk ze maar goed in. En dan? Ja, kijk. Nu wordt de Python op de trekketting gebracht. De wat? De trekketting. Die trekt zeg maar de karretjes naar het allerhoogste punt. 29,5 meter hoog. En vanaf daar gaan ze door middel van de zwaartekracht helemaal zelf de baan af. Ja. Oké, Bram. Als die zo helemaal boven is, dan krijgen wij nog een seintje van George. En dan mag je de knoppen weer loslaten. Ja! Heel goed. Kijk. Kijk dan. Daar gaat hij. Ja. Goed gedaan hoor. Oh. Oh, het is zo hoog. Vreselijk. Hij gaat meteen de looping in. Wacht, ik kan zo wel even... Oh, doodeng. Ja. Ja. En dit vind jij leuk? Ja. Oké. Hey, en waar alsof is deze je erin knop? Zit. Hup. Nee. Zo. Dat is de noodrem. De noodrem? Ja. Kan je de Python stilzetten? Ja, je kan de Python stilzetten, maar alleen in geval van nood. Dus nooit in een looping of in een kurkentrekker. Maar als er echt een probleem is op een rechtstuk, dan kun je de Python in principe gewoon stilzetten. Dat is dat klein... Bram! Wat doe jij nou? Nee! Dat was ik. Sorry. Ik ga toch even... Sorry. Hey, Sjors. Ja, sorry. Dat ging even fout. Nee, dat was niet Bram. Dat was mee. Sorry. Ja. Ja. Kun jij hem weer even releasen? En misschien dit alarm uit? Dankjewel. Oh, ja. Joe. Mee. Ja. Als ik jou vraag om nergens aan te komen. Afblijven. Precies. Snap hem. Zo. Maar Bram... Je hebt het supergoed gedaan. Een applaus ja, voor Bram. Heel goed. Ja, goed. Je mag weer lekker gaan zitten. Hoi. Supergoed gedaan. Oh, Hemert, dit ding is gaaf, man. Ja. Wat kan je nog meer? Nou ja, een betere vraag is eigenlijk, wat kun je niet? Nou ja, wat is dat? Dat is de neuzenmaker. De neuzenmaker? Ja. Waarvoor? Waarvoor? Mee. Er is maar één attractie in de hele Efteling waar je neuzen voor nodig hebt. Welke attractie is dat? Zo. Ja, Carnaval Festival. Deze machine maakt de neuzen voor die attractie. Ja. Mee. Ja? Wil jij hem even aanzetten? Ja. Ja? Oké. Ja. Oké. Zie je dit wieltje hier? Ja. Ja, die moet je met de klok mee draaien. En dan ga ik even hier staan, want hij maakt nogal een kabaal. Ja, doe maar. Bedek je oren. Ja? Ja. Oh. Wauw, wat? Ja. Wat is dat? Dat zijn die neuzen. Niet? Ja. Wauw. Vangen. Ja. Wow, heel goed. Heel goed gedaan. Ja, dat was echt een moeilijke. Ja, nog meer. Kom maar. Ja. Ik vind het mee. Nice. Goed gedaan, hoor. Mee. Wat?
Mee, ja, je mag hem weer even uitzetten. Zelfde wieltje, maar dan de andere kant op. Oké. Mee, je mag hem uitzetten. Hetzelfde wieltje, andere kant op. Dat is deze kant op? Ja. Oké. Okay. Je mag hem... Ik ga gewoon zelf even helpen. Mee, mee. Ik ga weg. Het is gewoon hetzelfde wieltje, maar dan de ja, zie je? Wat is er aan? Wacht, ik misschien... Ja, is hij kapot? Nee, nee. Hij is gewoon een beetje oud, denk ik. Jullie mogen de neuzen houden! Trouwens, Reinier, de kids hadden mega veel vragen voor de Efteling. Oké. Okay. Is dit misschien een goed moment om ze... Dit lijkt mij een uitstekend moment. Ja? Okay, ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Dan is het nu tijd voor... De Vragenmand! Ja. Oh. Zo! Zo! Wat een zwaar ding, zeg. Ja. En wat nieuwsgierig zijn jullie. Zo, veel vragen. Eens even kijken. Meerte, 10, uit Tilburg, dankjewel. Zo. Meerte, waar zit jij? Oh, dat is een beetje verlegen. Oh, maar maakt niet uit. Jouw vraag was, hoeveel paddenstoelen zijn er in het Sprookjesbos? Nou, in het Sprookjesbos zijn op dit moment 15 paddenstoelen. Ja, ja. Dus als je er bent, dan kun je even een rondje doen, kun je ze even tellen. Mochten jullie er toch zijn, dan kan je ze misschien ook even schoonmaken. Ja, dat scheelt mij gewoon heel veel werk. Durf te vragen. Elise, 10. Ik weet niet waar je vandaan... Waar zit je? Waar zit jij, Elise? Elise, hier! Oh, hallo! Jij vraagt, waarom heeft de heks een pukkel op haar neus? Ja, dat is nou een hele onaardige vraag. Ja, die vrouw heeft daar ook niet om gevraagd. Die kan daar niks aan doen. En misschien vindt ze het wel heel mooi. Ja, of het is niet heel hygiënisch. Maar, even kijken. Neel, 9, uit Goerle, als ik het goed zeg. Ja. Oh, daar zit jij. Jij vraagt, waarom gaat het spookslot weg? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik vond het spookslot best wel leuk, maar hij is gewoon een beetje verouderd als attractie. Dus, er komt nu iets nieuws, ja. En we zijn hier natuurlijk met een select gezelschap, dus misschien kan ik wel een tipje van de sluier geven. De nieuwste attractie in de Efteling is geheim. Ja, dat is gewoon geheim. Ga ik jullie niet vertellen natuurlijk. Gek. Ja, nee. Nog eentje, Mees. 9 uit Tilburg. Waar zit jij, Mees? Oh. Ja. Waar? Oh. Jij vraagt, hoe hard gaat de baron? Dat is een goede vraag. De baron is de allersnelste achtbaan in de Efteling. En ook de engste, als je het mij vraagt. De minst harde achtbaan gaat 35 km per uur. Dat is ook al best snel. Dat is Max en Moritz. Maar de baron gaat 90 km per uur. Ja, dat is echt keihard. Ja, oh, trouwens, over achtbanen gesproken. Wat mij ook wel eens gevraagd wordt. Dan komen mensen naar me toe als ik in het park rondloop. En dan zeggen ze, Reinier. Waarom val je niet uit je karretje als hij over zijn kop gaat in de achtbaan? En zeg ik ten eerste, ho, doe eens even rustig. En ten tweede, ja, dat is een hele goede vraag. Want je zou denken dat je uit het karretje valt als hij over de kop gaat. Maar dat is niet zo. Nee, nee, zelfs zonder beugels zou je niet uit je karretje vallen. En dat heet in de natuurkunde middelpunt vliedende kracht. Dus door de snelheid die het karretje maakt en de massa die dan in dat karretje wordt gedrukt, val jij niet uit het karretje als hij over de kop gaat. Ja. Nou, voor de veiligheid, stel dat er toch even iets gebeurt, zit je toch netjes vast. Ja, dat is een stukje veiligheid, hè. Wel een goede vraag. Ik kan het wel even visualiseren, bijvoorbeeld. Als je thuis bent, dan pak je bijvoorbeeld een emmer. En dan doe je wat water in die emmer. En dan... Weet je wat? Ik kan het gewoon even laten zien. Nu? Ja, we zijn hier nu toch. Oké. Okay. Pascal, heb jij een emmer? Emmer. Gewoon een normale emmer. Ja? Oh. Ja? Ja? Heb je ook water? Hier, wacht, ik heb water. Oh ja? Ja? Ja, oké, okay, heel goed. In mijn tas? Ja, ik bedoel, ik ben er nu toch. Dus, Oké. Okay. Nou. Ja. Oké. Okay. Laat maar zien dan. Je neemt een emmer. Ja. Je neemt water. Je doet emmer in de water. Water in de emmer. Oké. Okay. Alright.
Goed. Ik ga wel even zeggen, eerste rij, spatgevaar. Hi. Zijn jullie er klaar voor? Oké, tel mee. 3, 2, 1. Ja! Yeah, een applaus hoor. Voor de natuurkunde. Ja. Hoppa. Ja, heel knap allemaal ja, hoor. Maar ja, als je hem op zijn kop houdt, dan valt alles water eruit. Ja, als je hem nu op zijn kop zou houden, dan valt alles... Willen jullie dat zien? Nou, nee, ja, nee, nee, gaan nee, we nee, dat nee, gewoon nee, even? Ja, maar het kan wel. Dus je kunt het thuis proberen. Als je lief wil zijn voor je ouders, doe het dan gewoon even buiten. Ja. Over water gesproken trouwens. Wat mensen mij ook wel eens vragen is... kennen jullie de piranha? Ja, die is leuk, hè? Vooral nu het wat warmer wordt. Hoeveel water denken jullie dat er in de piranha zit? 1000. Dat is heel veel, maar het is nog veel meer. Zeg het eens. 5000? Nog veel meer? Ja? Ontelbaar? Nou, dat is wel echt te veel. Ja. Jij? 12000? Nog veel meer. Ja, echt? Ja? Miljoen? Oh, een biljoen niet, maar miljoen? Nog meer dan dat, ja? 1040, heel specifiek en heel fout, maar wel op de goede weg. Ik ga het jullie zeggen. 2,5 miljoen liter water. Ja, dat is geen grap, hè? 2,5 miljoen liter water wordt door al die pompen over die baan van 600 meter geperst. En ja, dat zijn zeg maar 2,5 miljoen pakken melk. Ja, niet normaal. Als je dat zou visualiseren, zou je deze hele zaal zeg maar onder water zetten. Ja, dat kan ik ook wel even doen. Nee, ga niet hier. Nee, ja, nee, nee, nu nee, we nee, er nee. toch zijn, kijk, kan ik gewoon ook even de... Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet. Dat kan wel, maar dan krijg ik echt problemen. Ja. Een applaus voor jullie vragen. Hele goede vragen. Reinier, ik had trouwens ook nog een vraag. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. De Aquanura. Ja. Kan je die van hier ook besturen? Dat kan zeker. Ja? Zouden jullie dat willen zien? Ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Dan moet ik wel eventjes zeggen dat dit een heel bijzonder moment is. Want de Aquanura gaat normaal alleen maar na 6 uur aan, in de avond inderdaad. Nooit overdag. Oh. Alleen speciaal voor jullie ga ik het gewoon even doen. Nee, oké. Okay. Kom je mee? Alright. Dan gaan we even naar de Aquanura. En die is hier. Ja. Vroeger was dat een kanovijver. Is een leuk weetje. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ja. Ja. Waar we nu naar gaan kijken is een teaser van 7 minuten. Wat? Ja, de echte attractie duurt 12 minuten. En alles wat je ziet is helemaal getimed op de muziek. Ja. Het is een beetje lang voor wachten. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Wat je nu hoort is ingespeeld door het Brabants Symfonisch Orkest. En dat is een medley van allemaal Efteling melodieën. Daar heb je verschillende versies van. Je hebt namelijk Symfonie 1, maar ook Symfonie 2. Ja, die is ook super mooi hoor. Heb je ook nog andere versies? Eentje van DJ Chesto, die is een beetje meer upbeat. En mijn eigen favoriet van onze eigenste Guus Meeuwis, Aquanura met de zachte G. Kan je die stralen ook hoger zetten? Ja, je kan hem even naar plus 10 draaien bijvoorbeeld. Oké. Okay. En die fonteinen die worden allemaal aangestuurd door middel van perslucht. En perslucht zit niet alleen in die fonteinen, nee. Het zit in heel veel attracties in de Efteling. Bijvoorbeeld de Kleinmechaniek. Van de elfjes in de Droomvlucht, jawel. Maar ook in de remmen van achtbanen. De Vliegende Hollander, de Baron, de Python. Ja, eigenlijk wel in alle hier achtbanen. Hier staat min 10. Ja, dat kan ook, ja. En als je die perslucht gebruikt, dan gaat dat eigenlijk altijd gepaard met een enorme knal. Mee! Ja! Terug! Oh, terug! Sorry. Nee, jij niet terug! Sorry, je knop! Sorry, sorry, terug. Sorry, sorry! Sorry! Sorry!
dat is een beetje mijn... Handdoeken! Handdoeken, ja. Wacht, er komen handdoeken. Wat is... Ik hoor iets. Oh. Dat, wat is ja, dat? Ja, dat is Job. Zo. Is iemand nat? Handdoeken? Alsjeblieft. Sorry. Hallo. Hi. Hey. Gaat het goed daar? Ja, joh. Ja. Ja, hey, zeg, ik zag dat jullie met Aquanura hebben gespeeld. Nou, dat was ik niet, hoor. Dat was mee. Ja, maar dat is niet de bedoeling, hè, Renier, overdag. Nee, maar ik wil het publiek even laten zien dat de... Grapje. Oh. Nee, voor deze ene keer zie ik het door de vingers. Ja. Nou ja. Ga lekker verder waar jullie mee bezig waren. Ik ga even naar Fata Morgana. Oké. Houdoe. Houdoe. Doei. Zo, ik schrok. Oké, zeg Reinier. Ja. Die Efteling muziek. Ja. Kun je die ook van hier besturen? Jazeker. Ja? Ja, dat gaat allemaal via dit paneel hier. Luister. Wow. Ja. Ja. En dit hoor je nu dus ook in het park? Nou, dan moet ik het even omschakelen, dus dat niet. Maar wat ik wel kan doen vanaf hier is hem langzamer en sneller zetten in het park. En waarom zou je dat doen? Nee, dat gebeurt al. Aan het begin van de dag zetten we de muziek altijd ietsje sneller. En aan het einde van de dag zetten we de muziek in de Efteling altijd ietsje langzamer. Zodat de mensen er een beetje aan wennen dat hun dagje er bijna op zit. Hier, luister. Ja. Oké. Begin van de dag. Je hebt er zin in. Je hebt er wandelschoenen aangetrokken. Je hebt bammetjes klaargemaakt. Je hebt plattegrondje in de hand. En je gaat die achtbanen pakken. En dan... uren later. En je bent moe. En je voeten doen pijn. En je kinderen zijn moe. En dat doet ook pijn aan je oren. En dan hoor je dit. Ja, dat was toch even relaxed, hè? Zo. Ja. Ik heb dit nooit geweten. Leuk, hè? Oh, deze is trouwens ook prachtig. Weten jullie wat dit is? Ja, de Winterefteling, inderdaad. Natuurlijk. Hé, en wie maakt deze muziek dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat doet deze machine. Nee. Ja? Kan helemaal niet. Ja? Nee, man. Dat zeg ik toch. Oké, hoe dan? Nou ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Kijk, dat gaat via deze microfoon. Hè? Een componist, dat wel, die verzint een melodietje. En die fluit dat melodietje in deze microfoon. En dan maakt deze machine daar Efteling muziek van. Ja, wacht. Ik laat het gewoon even horen. Ik heb vast nog wel ergens zo'n fluitje in het systeem. Hier, luister. Welke attractie is dit? Joris en de Draak. Oh, snel! Ja. Ja. Wat vet! Nog eentje? Ja? Ja, oké. Weten jullie welke attractie dit is? De Droomvlucht, ja. Ah, prachtig. Echt mooi. Echt heel mooi, ja. Nog eentje? Zullen we nog één doen? Ja? Oké. Maar deze is echt moeilijk, hè? Ja, de Baron. Heel snel. Ja. Leuk, hè? Ja. Hey, mag ik dat eens proberen? Oh, ja, zeker. Oké. Mee, fluit maar een melodietje. Jij kan niet fluiten. Gaat steeds beter. Oké. Maakt niet uit. Kun je neuriën? Kan ik. Zetten we hem gewoon op standje neuriën. Standje neuriën. Mee, neurie maar een melodietje. Komt-ie. Ja. Ja. Ja, oh, dat was hem? Dat was hem. Oké, dan ga ik hem even vereftelingen. Klaversymbool? Vet. Ja, dan hoor je dit. Wat? Ja. Maar dit kan zo in het Sprookjesbos? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Hey, maar als dit kan... kan je dan ook een echt liedje maken? Een echt liedje? Ja, met tekst en zo. Oh ja, heb je een tekst? Nee, maar die kan ik maken.
Oh, ja. Oké, wacht even. Oké, mee. Zie je deze knop? Ja. Als je deze knop indrukt en je zegt een woord in de microfoon, dan slaat de machine dat woord op en dan kun je er daarna een liedje van maken. Oké, hier, hou vast. Dan activeer ik hem even. Efteling. Hè? Ja. Weten jullie nog woorden? Roep maar heel hard. Roep maar hoor, allemaal. Zoveel je oké. Wat? Sprookjes. Ja. Wat nog meer? Ja, elfjes, draken. Ja. Wat? Ik hoor jullie niet. Je moet iets halen. Magie. Ja. Magie? Fantasie. Ja. Vind fantasie. Ik heel vet. Ja. Wat? Wonderen. Wonderen. Ja, duo. Wonderen. Oké, mee. Ja. Maak er maar een liedje van. Succes. Ja. Dank je. Ja. Komt-ie. Ik neem je mee. Mooi, ja. Ver hier vandaan. Daar waar je alles beleeft wat je wil. Nee, ik ga jij even stoppen. Supermooi hoor, maar je moet wel die woorden gebruiken. Anders hebben ze die voor niks verzonnen. Ja, snap ik. Ja. Oké. Wonderen. Ja. Oké. Een wereld vol wonderen. Goed. Waar sprookjes bestaan. Ja. Hier kun je dromen en vliegen en gillen. Oké. Draken en elfjes, hoe ver je ook kijkt. Alles is anders dan waar het op lijkt. Hier ben je vrij. Dit is jouw fantasie. Ja. In de Efteling. In de Efteling ben jij zelf de bron van alle magie. Heel goed, applaus voor mee. Oké, dan ga ik deze ook even vereftelingen. Doe ik er wat mooie strijkers onder. Een introotje erbij. En dan hoor je dit. Oh. Dat ben jij. Hoe doe je dit? Ja. Maar als dit kan... Ja. Kan het dan ook met z'n allen? Oh, dat is een goed idee. Mee! Dan moet je de microfoon even naar het publiek houden. En ja, dan moeten jullie wel met z'n allen meezingen. Ja, okay? Willen jullie meezingen? Ga maar even staan dan. Even allemaal staan. Super! Zet ik de karaoke versie aan? Goed zo! Oké. Introotje. Ik neem je mee, ver hier vandaan. Daar waar je alles beleeft wat je wil. Een wereld vol wonderen, waar sprookjes bestaan. Hier kun je dromen en vliegen en gillen. Dat kan wel wat ik harder! Ik hoor helemaal niks! Draken en elfjes, hoe ver je ook kijkt. Alles is anders dan waar het op lijkt. Hier ben je vrij, dit is jouw fantasie. In de Efteling ben jij zelf de bron van alle magie. Ja, applaus voor jezelf. Heel goed. Goed gedaan. Doe ik er nog even wat extra strijkers onder. Een uitrootje, ook wel mooi. En dan hoor je dit. Ja. Introotje. Ja. Dat zijn jullie! Hoor je dat? Ja. Dit is te gek! Ja. Ik wil ook zo'n ding! Ja, wie niet? Oh. Mee! Ja? Mee! Ik kan het nu ook in de Efteling aanzetten. Niet. Ja, willen jullie dat? Ja? Oké, dan ga ik even kijken waar Job is. Want dan kun je lachen. Even kijken, Job. Job.
is nu ergens in het Sprookjesbos. Dan ga ik even naar het Sprookjesbos, paddenstoel nummer 8. Ah, camera 24. Dan zou die hier ergens moeten zijn. Zien jullie Job? Ja, nee, dat is iets groter. Ja. Ja, ja. Oh, ja, daar heb je hem hoor. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie. Hij snapt er niks van. Oh, hij heeft het door hoor. Zijn jullie dat? Ja. Ik denk, waar komt dat vandaan? Vind je het mooi? Ja, nee, heel mooi. Ja, ik denk dat ik het hele jaar laat horen in het park. Zo. Gaat het goed daar? Ja. Ah, mooi. Oh, wacht even. Oh, ik moet er vandoor. Villa Volta zit vast. Villa Volta? Reinier, ja? Kun je mij anders even flitsen? Nee, dat kan natuurlijk niet. Ik ga wel even lopen. Ja. Ja. Houdoe. Houdoe, andere kant op, Job. Die kant op. Ja. Die Job, gek. Ik denk dat hij het liefste hierbij was geweest. Ja. Dus, flitsen? Hè? Hij zei dat je hem moest flitsen. Oh, ja. Wat is dat? Nou, niks. Je kan deze machine elke blik een aardeling flitsen voor. Nog één keer. Je kunt met deze machine naar elke plek in de Efteling geflitst worden. Oké, okay, ja, dag, koekoek. Oh, dat wist je al. Wat? Dat met de koekoekslok gebeurt. Oké, okay. No way, dat kan echt niet. Jawel. Nee. Jawel. Wacht, nee, hoe dan? Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Mee, gaan ze aan de kant. Hè? Noem eens even jouw favoriete plek in de Efteling. Mijn favoriete plek in de Efteling? Ravelijn. Oh, Ravelijn. Ja. Oké, okay, dan laat ik met deze oranje knop de koekoekslok zakken. Oké. Okay. Dan ga ik hier staan. Ja. Gaaf. Ja. Nu sta ik in de koekoeksklok. Ja, oké, en nu? Ja, als je dan nu op de groene knop zou drukken, dan word ik naar Ravelijn geflitst. Ja, koekoek. Ja, dan hoor je inderdaad koekoek. Mag je nu weer op de oranje knop drukken, dan gaat hij weer omhoog. Ik verstand groen. Nee, de oranje knop. Dat gaat... Ja, dag nee. Reinier, dit kan helemaal niet. Succes in Ravelijn. Nee. Ha, leuk man. En nu? Wat gaan we nu doen? Ja. Wat ga je doen? Reinier. Oké, klaar. Leuk. Reinier. Wat? Reinier. Reinier, wat ben je aan het doen? Hè? Wat? Ja, dag. Oké. Nee, dit is niet grappig meer. Ik had jou gezegd nergens aan te komen. Wat doe jij dit? Kijk uit! Huh? Hou op hoor. Wat ben je aan het doen? Nee. Stop met lachen. Nee. En flits mij terug. Onmiddellijk. Oké. Hey, maar dit is een grap toch? Nee, dit is geen grap. Huh? En ik wil dat jij mij terug... Kijk uit! Hoe werkt dit? Huh? Ik wil dat jij mij terugflitst. No way. Nee. Huh? Nee, wat doe je? Ik kijk waar je bent. Waar ik ben? Ja. Ik ben hier en ik wil terug. Hè? Waar zit jij? Nee, flits mij terug. Oké. Oké, wat moet ik doen? Loop naar het bedieningspaneel. Oké. Sorry. Oké, ja, ik ben er. Wat moet ik nu doen? Zie je die witte knop? Terug naar de basis. Die? Precies, die. Indrukken. Oh, nu! Ja, nu! Oké. No. Het kan.
kan helemaal niet. Hè? Waar zit jij dan? Oké. Reinier? Oké. Nee, dit is echt niet leuk. Heel goed gedaan. Inderdaad, je hebt iedereen voor de gek gehouden. Fantastisch, Reinier. Ja, je hebt ons geprankt of gefopt of iets. Dit kan toch niet? Nee, dit kan wel, maar ik wil niet meer dat je nog ergens aan zit. Oké, wacht. Jij zegt dat dit kan. Ja. Dus ik zou ook naar de Efteling geflitst kunnen worden? Ja. En zij ook? Ja, theoretisch. Wie wil naar de Efteling? Nee, Let's go. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, en dan geloof ik er dus helemaal niks van. Hoezo? Pas als jij iemand uit deze zaal naar de Efteling flitst en weer terug, komt goed, dan geloof ik het. Ja, jullie ook toch? Ja, dat snap ik, maar dat gaan we niet doen. Mee. Hier zijn we niet voor verzekerd. Boeien, ik kies gewoon iemand uit de zaal. Die flits jij even naar de Efteling. Ja. Goed, yes! maar niks tegen Job zeggen en helemaal niet tegen Fons. Wie wil naar de Efteling? Alright. Hele eerste rij. 1, 2, 3. Nee, één persoon mee. Ja. Eén. Zo. Oké. Ik vind het heel mooi. Jij staat. Oké, jij. Kom maar naar voren. Jij. Oké. Ja, hallo. Hoi. Wat is je naam? Ruben, jij durft naar de Efteling geflitst te worden? Ja. Weet je dat zeker? Oké, met wie ben je? Mijn moeder, mijn zus en een vriendje. Hallo, hoi. Vinden jullie het oké als wij Ruben naar de Efteling flitsen? Oké, ja. Nee, dat komt goed. Ruben, even tussen ons, hè. Geloof jij dat jij zometeen in de Efteling bent? Ik ook niet. Hey, Reinier. Wat moet Ruben doen? Ja, Ruben. Gezellig dat je hier bent. Wat jij mag doen is heel voorzichtig hier naar boven komen lopen en daar gaan staan. Oké? Kom maar. Ja? Voorzichtig, okay. Hè? Oké. Hey, heel veel succes allebei. Ja. Ruben, wat heel belangrijk is, je armen strak langs je lichaam houden en niet bewegen. Kan je dat? Ja? Oké. Waar wil Ruben heen? Waar wil je heen? Oké. Nee. Efteling? Nee, sorry. Er moet wel echt een exacte locatie zijn. Wil je dat? De baron. Ja? Oké, stoer. Oké. Doodeng. Goed. Baron. Baron 1898. Koekoeksklok. Reinier, hij staat op de vogelrok. Truck zetten mee en nergens meer aankomen. Oké, komt goed, Ruben. Geen paniek. Zo, kijk. Opgelost. Ruben, ben je er klaar voor? Ja? Ja? Mee, okay. Wil jij aftellen? Heel graag. Okay. Met z'n allen. Oké, op 5, ja? 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Dit is vet. Ja. Wat? Met z'n vijven? Wat? Jullie praten door elkaar! Achter me. Met z'n vijven. Wat? Hoe doe jij dit? Nee! Wat? Nee. Mee! Hij staat op de baron vijver. Niet! Je hebt hem op de verkeerde plek gezet. Flits hem ernaast. Ik kan niks meer doen. Hoe bedoel je? Oh, nu valt hij in het water. Dat is een grap. Ik hoop dat hij kan zwemmen. Wat? Dat kan niet, dat kan je niet maken. Rennie. Sorry, Ruben. Sorry, moeder van Ruben. En mee. Terug. Ruben, geen paniek, ik flits je terug. Dit is echt niet oké. Dit kan echt niet. Nee, dit is niet.
Hier, kind, je bent kletsnat. Wacht hier, wil je een handdoek? Gaat het? Ja. Ben je hard gevallen? Ja. Wacht, we gaan even... Oh, je druipt helemaal. Kijk uit. Pas op. Kom. Kom maar even. Kan de moeder van Ruben even naar voren komen? Hij is wel terug. Ja, sorry. Kom, wij gaan even wat droogs opzoeken. En dan, dit was Reiniers idee en het ging helemaal mis. Sorry daarvoor. Jullie kunnen hier wat droogs opzoeken. En als je zo meteen de zaal in wilt, dan ben je weer helemaal welkom natuurlijk. Dit is echt, dit had nooit mogen gebeuren. Sorry. Sorry. Wat erg? Ja, dit is heel erg. Ja, zag niet die moeder nog een klacht in of zo? Nee joh, dat zou toch niet? Wacht. Nog één keer. Een heel groot applaus voor Ruben. Ruben, deze is voor jou. Ik hoop dat je het hoort. Maar dit werkt dus echt? Ja, dat zei ik toch. Oh, ik had dit nooit moeten doen. Nooit stom, moeten doen? Stom. Dit is waanzinnig. Wie kan er nou zeggen dat hij vanuit het theater in Tilburg recht in het... Goed, water. Van de baron is geflitst en weer terug. Dit is ongelooflijk. Wat gaan we nog meer doen? Weet ik niet. Oh. Ja, ik wilde eigenlijk nog wat vertellen over de Vliegende Hollander, maar dit doen lijkt we me niet dat, het Vliegende Hollander. Vet toch? Ja. Ja? Prima, doen we. Dat is helemaal goed. Oké. Goed, ja. Vliegende Hollander. Helemaal. Maar nee? Ja. Dan moet jij wel echt beloven dat jij nergens meer mee... Ik vind het echt niet meer leuk! Sorry. Straks zet je het zelfvernietigingssysteem nog aan. Kan dat? Ja, dat kan ja. Maar dan ga ik jou niet uitleggen. Maar, wat gebeurt er dan? Zie je die klok daar? Die wordt rood en die gaat van 12 uur helemaal terug naar 12 uur. En dan ontploffen één voor één alle consoles hier. Gaat niet gebeuren hoor. Als jij tenminste overal van af blijft. Ik ga even daar zitten. Ja. En dan maak jij je dingetje af. Ja, dat is misschien wel beter. Sorry. Ja. Dus. De Vliegende Hollander is een... Mee, wat doe jij nou? Dit hoort er niet bij. Mee. Is er een stekker losgeschoten of zo? Of? Oh, ik zie niks. Hè? Wacht, misschien heb ik wel een zaklamp. Kan ik je helpen? Ja, Mee. Ja? Kun jij even bijschijnen? Ja, tuurlijk. Kom maar. Hier. Alright. Rustig aan. Nee, bijschijnen, oh. Niet op mij schijnen. Sorry. Hierachter okay. Wil ik even kijken of de kabels nog goed lopen. Mee. Sorry. Reinier, het is hier best glad. Zullen we beneden beginnen? Nou, ik wil kijken of die kabels daar nog... Mee. Ik zou echt liever hier beginnen eigenlijk. Kijk. Oh ja, wacht. Hier, ja, maar okay, kun je wacht, zien of wacht. Hier... Het, wil jij hier even kijken op maar dit... Zit daar, ik nee, dat loopt. Ik snap niet wat het is. Wat is dat? Ja, wacht even. Misschien kan wacht. Ik hem... Hou maar op met zoeken. Er is niks mis met de machine. Alleen dat ik hem gehackt heb. Nu heb ik de controle over heel de Efteling. Zo stom dat jullie de machine buiten het park hebben gebracht. Nee. Hou toch op. I'm in control. Hoe kan dit? Een betere firewall misschien? Noob. Hoe weet jij dat deze machine hier staat en niet in de Efteling? Dat gaat je niks aan. Deze machine had gewoon nooit de Efteling mogen verlaten. Want nu kan ik naar het geheim. Wat? De bron. Wat bedoel je? Het hart. Hé, hij is weg. Deed jij dat? Ik weet het niet, wacht. Oké, is hij weg? Kan je alles weer? Ik denk het wel, maar dit is niet goed. Doe jij dit? Nee! Wat doet hij dit? Wacht, ik probeer even... Oké, wat doe je? Ik probeer... Oké, ik weet het niet precies, maar volgens mij kunnen zowel hij als ik deze machine besturen. Oké, moeten we de stekker eruit trekken? Nee, dat valt alles uit in de Efteling. Oké, Job inlichten. Nee, ik bedoel, nee, dat hoeft hij nog eventjes niet te weten. Laat mij gewoon even mijn ding doen, Mee.
Oké, Reinier, sorry, maar... Wat bedoelde hij met die... Met het... Geheim. Bron, hart... Het... Ik weet niet of ik dat kan zeggen. Oké, dan moeten we het aan Job vragen. Nee, wacht. Ja, wat bedoelde hij met dat geheim? Nu kan ik op zoek naar het hart... Oké. Ergens in de Efteling is een bron. Het hart van de Efteling. Waar alle magie vandaan komt. Wat? Ja, ik weet het ook niet precies. Er zijn maar een paar mensen die ervan weten. En niemand weet waar het is. Jij ook niet? Nee. Hoezo niet? Nee, misschien is het wel een fabeltje. Het enige dat ik weet is dat meneer Reinders deze geplaatst zou hebben. Ja, sorry, het klinkt een beetje als een sprookje. Ja, maar jij geloofde die koekoekslok ook niet, toch? Ja, kom op, er ligt ergens in het park een bron verstopt door die meneer Reinders. Waar alle magie van de Efteling vandaan komt. Niemand weet waar die is. Ja. Sorry, en die hacker die is daar nu naar op zoek? Ja, dus... Weet Job dan niet waar die is? Nee, dat denk ik niet. Wat is dat? Oh, dat is Job. Oké, dan gaan we het meteen vragen. Nee. Nog even niks zeggen, want dan ben ik mijn baan kwijt. Oh, jeetje. Jullie ook nog even niks zeggen, alsjeblieft. Oké, beloofd. Wij zeggen helemaal niks. Fantastisch. Oké. En mee? Ja. Normaal doen. Ja. Hallo allemaal. Gaat het allemaal goed daar? Ja hoor, ja supergoed. Echt kan niet beter hier. En bij jou, Job. Oh, nee, hier gaat het hartstikke goed. Villa Volta doet het weer. Ja, de poorten mogen weer open hoor. Laat ze maar komen. Zo. Wat is niks! Er? Reinier, niks! Nee, niks! Alles onder controle! Dag Job! Ik hoop dat hij niks door heeft. Ja, wat doen we nu? Ik weet het niet. Heeft die Reinders nergens iets opgeschreven? Ik weet het niet, mee. Wacht. Mee, nee, wat doe je nou? Kijk of hier iets in staat. Ja, er staan alleen alle attracties in, tot met de Indische waterlelies. Ja, dat heb je al gezegd. Bijvoorbeeld maar... de wolf en de... Ja, en zijn wat schilderij. Is dit? Oh, een verzegelde brief. Wat staat erin? Ja, dat weet ik niet. Heb je hem nooit opengemaakt? Nee, het is een verzegelde brief van meneer Reinders. Dus nee, die heb ik nog nooit opengemaakt. Straks staat er iets in over dat hart. Ja, nou, misschien. Ach, doe niet zo flauw. Kom op. Nee. We gaan hem niet openmaken. Prima, gaan we het aan Job vragen? Nee, wacht. We gaan hem openmaken. Yes. Oké, kom maar. Voorzichtig. Oké. Ja. Handschoentjes. Wat? Ik dacht dat ik hier... Nee. Dit is het! Het hart! Hè? Het hart ligt in de vijfde. Wat is dit? Ik weet... Weten jullie? Jullie wat... Oh, nee, jullie kunnen het helemaal niet zien natuurlijk. Nee. Wacht. Ik kan hem wel groter maken. Groter maken? Ja, met de scanner. Let op. Zoom ik hem meteen even in. Hier. Het hart. Dit gaat over het hart. Ja. Het hart ligt in de vijfde... Wat is dat? Wat is dit? Wat zei je? Wat? Windroos. Windroos. De vijfde windroos met als ingang de... Ik weet het niet. Koning! Wat zei je? Koning? Met als ingang de koning op E5. Dat is het. Waar is dat? Ja, dat weet ik niet. Jij weet niet waar de vijfde windroos is? Nee, er is helemaal geen vijfde windroos. Er zijn alleen, ja, windstreken. Hoeveel? Nee, hoeveel? Hoeveel windstreken zijn er? Vier. Precies. En welke zijn dat? Ja, noord, oost, zuid, wacht. Wat? Mee. Ja? In de tijd van meneer Reinders was het hele park opgedeeld in de vier windstreken. Je had het Noorderpark, Oosterpark. Zie je nu wel? Dat zijn nu rijken geworden.
Anderrijk, Marenrijk, Ruigrijk. Oké, dus? Ja, dat zijn nog steeds maar 4 windstreken. Heb je niet ergens een kaart van de Efteling? Ja, ik heb zoveel kaarten van de Efteling. Uit de tijd van meneer Reinders. Oh, dat is slim. Ja, wacht even. Ja, die zijn ook heel mooi. Heeft hij zelf met de hand allemaal getekend. Wacht even. Ik kan hem wel even wat groter maken. Snel. Oké. Oké, kijk met me mee. Het hart ligt in de 5e windstreek. Die er niet is. Met als ingang de koning op E5. De koning. Schaakstuk. Pak een schaakstuk. Ik heb een schoentje. Of nee. Hier, wacht. Ik heb al iets. Hé, hey, dat is dat. Hier ligt de koning op E5. Hoe bedoel je? Dit zijn de coördinaten A tot en met H, 1 tot en met 8. Dus hier ligt de koning op E5. Zoals op een landkaart. Precies, dit is hetzelfde systeem. Kan je het raster van het schaakbord over de kaart heen leggen? Ja, hier, hou vast. Oké. Zet ik hem even op standje 2, overlay. Oké, en dan moet E5 ergens... Daar, bij dat huisje. Zoom eens in. Ja. En wat is er? Nou ja, hier is het Sprookjesbos. Dit is, wacht even, ik zoom even verder in, Langnek. En dan heb je hier, dat weet ik niet. Wacht, wat ligt er nu? Een kaart van nu. Oh, van de Efteling. Platte grond. Ja, wacht even. Wat is dit? Dan is E5 nu hier. Ja, precies. En daar is nu? Niks. Fantastisch. Ja, nou ja, dit is natuurlijk het spookslot. En dit is symbolica. Mee. Ja? Symbolica. Ja. Symbolica ligt in Fantasierijk. Oké. Dat is het 5e Rijk. De 5e windstreek. Maar dat kan helemaal niet. Hoezo niet? Nou, Symbolica is het huis van... Van wie is Symbolica het huis? Ja, koning en Pardoes inderdaad. En Pardoes is pas bedacht in 1989. Door wie? Henny Knoet. En toen? Ja, niks. Oh, jee. Oké, wacht, terug naar dat raadsel. Ik zag ergens op die kaarten Pardoes staan. Op de kaarten? Ja. Wacht, dat kan niet. Hier. Ja, dat is niet Pardoes mee. Dat is gewoon de joker van de speelkaarten. Maar kan dat niet Pardoes zijn? Nee, die speelkaarten. Dit is een datum. Hè? Die kaarten die leiden naar een dag in het jaar. Ik heb dit vroeger op school gehad. Wacht even. Weet een van jullie hoe dat werkt? Hier. Ja, oké, wacht even. Een pak kaarten heeft 52 speelkaarten. En een jaar heeft 52 weken, precies. Nou, als je alle kaarten bij elkaar optelde, dan kreeg je 365. En een jaar heeft 365 dagen, precies. Dan zijn er 4 symbolen en die moeten dan staan. Een jaar heeft 4 seizoenen. Ja, dus dan heb je bijvoorbeeld de klaver. De herfst. Ja, dan heb je de schoppen. Winter. Dan heb je de ruiten. Lente. En dan heb je de harten. Zomer. Hartje zomer. Ja, dat is het. Dan heb je nog 12 kaarten met een afbeelding erop. Die staan inderdaad voor de 12 maanden. Oké. Wat ik nog heel goed weet van vroeger is dat een aas altijd een 1 is. En een joker is altijd een 0. Okay. Dus de harte aas is welk getal? De 1. 1. En van welke maand? De zomer. De zomer. De harte koning is dan de allereerste volle maand van de zomer. Weten jullie welke dat is? Juli. Juli? 1 juli. 1 juli? Dan moet dit een jaartal zijn. Wat? 2017? 2017. Dat klopt. 1 juli 2017. Ja. Wat was er toen? Ja, dat weet ik niet. Oh, kun je het niet googlen? Op internet? Ja, ik kan het even pardoedelen. Pardon? Ja, we hebben in de Efteling onze eigen zoekmachine. Pardoedel. Dat is een grap, toch? Nieuwe Efteling attractie symbool. Dit was de opening van Symbolica. Dit klopt gewoon! Maar
Maar dat is helemaal niet mogelijk. Hoezo niet? Hoe kon meneer Reinders weten dat die attractie op die dag geopend zou worden? Heeft hij zo bedacht? Nee, mee. Want Symbolica stond eigenlijk gepland voor 2012. Ik laat het even zien, wacht. Hier. Efteling stelt bouw nieuwe dark ride Hartenhof uit. Zie je wel mee? Toen heette het zelfs nog Hartenhof. Hartenhof. Dit klopt gewoon. Het hart van de Efteling ligt onder Symbolica met als ingang die plek op E5. Ik denk dat je gelijk hebt, Mee. Yes! Ja! Oké. Wat doe je? Niks. Dat denk ik ook. Nee. Dank jullie wel voor het oplossen van het raadsel. Nu weet ik waar het hart is. Hé, ik weet niet wie jij bent of wat jij van plan bent, maar dit kan echt niet. Weet je wat niet kan? Deze machine buiten de Efteling. Noep. Kijk uit, hou je vast. Nee! Ik weet nu waar het hart is. En ik ga daar nu naartoe. Nee. Kom op, wij moeten zorgen dat we eerder in de Efteling zijn dan hij is. Kom! Jullie gaan helemaal nergens heen. Zo, jullie kunnen geen kant meer op. Nee, probeer die deur! Wacht. Oké, jij check die deur. Er moet toch een manier zijn om naar die Efteling te komen? Hier is ook alles op slot. Wat? Flitsen, ze hebben gelijk. Oké. Flits mij naar de Efteling, naar Symbolica. Ik ga op zoek naar het hart en zorg dat hij niet bij de ingang kan komen. Veel te gevaarlijk. Hebben we een keus? Oké, mee, maar neem je telefoon mee. Ik wil contact met je kunnen houden. Goed. Dit is zo'n slecht idee. Oké. Hier. Oké. Yes. Mee, wat heel belangrijk is, je armen strak langs je lichaam en stil blijven staan. Kun je dat? Soms. Oké. Goed. Symbolica. Laat ik de koekslok zakken. Oké. Armen. Ben je daar klaar voor? Ja. Ja? Oké, mee. Daar ga je. Job, geen paniek. Waar zijn jullie mee bezig? Hoezo? Alle attracties slaan op hol. Ze stoppen, gaan opeens terug. Hollebolle Gijs spuugt al het afval weer terug. Doe ik niet. Hoezo, dat doe jij niet? We zijn gehackt. Wat? Nee. Ja, dit was precies waar ik bang voor was. We hadden die hele machine nooit uit de Efteling moeten halen. Dat had meneer Reinders nooit gewild. En nu is er een hack. Ja, rustig. Hoezo zijn we gehackt? Er is een hacker die controle heeft over de machine. Oké. En hij is nu op zoek naar het hart. Oh mijn god, nee. Ja. Het hart? Ja. Je bedoelt het hart? Ja. Oh nee. Weet jij waar die is? Nee. Dan moeten we het aan Fons vragen. Nee. Nee. Nog niet. Maar weet Fons het niet, denk je? Nee, dat denk ik niet. Want dit is het grootst bewaarde geheim. Alleen Reinders en Piek wisten er vanaf. Ja, en wij nu ook, denk ik. Hoezo? We hebben de geheime ingang gevonden. Geheime ingang? Ja, maar de hacker weet het ook. Oh nee, dat is een ramp. Ik weet het. Maar Job, May is nu in de Efteling. Zij gaat op zoek naar die ingang. Die moet ergens tussen het spookslot en Symbolica liggen. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Oké, ik ga er naartoe. Oké, May. May. May! Reinier, ik sta achter de schatkist. Oké. Bij Symbolica, kijk. Heel goed. May, ik heb net Job gesproken. Oké, waar moet ik naartoe? Je moet achter de schatkist langs. Ja. Ja, daarheen.
Mee, ik heb net Job gesproken. Er is hier een poortje. Moet ik hier doorheen? Ja, je moet door het poortje heen. Ja, gewoon links aanhouden. Links. Een kaart. Een kaart. Renier, sta ik hier wel goed? Ja, je moet gewoon links aanhouden en doorlopen. Ik loop maar. Dat er nog een onbekende plek midden in de Efteling was. Ja. Jongens, Renier, waar moet ik naartoe? Je moet omhoog en dan door. Door? Door. Omhoog. Ja. Hier, wat is dat? Dat is het spookslot. Ah. Ja. Mee. Je moet nu gewoon doorlopen. En ergens tussen die bomen daar moet het zijn. Door. Nou. Nog even. En... Waar moet ik naartoe? Stop. Hier. Hier? Ja. Zie je wat? Renier. Er is hier niets. En op de grond? Wat? Op de grond? Hier. Mee, bij je voet. Wat? Kijk. Leuk. Wat? Wow. Wat? Zie je dat? Zien jullie dit? Dit is de koning. Mee, maak hem open. Ja. Wat is er nou? Ik krijg hem niet open. Harder trekken, kom op. Mee! Dat is Job, hij weet ervan. Job, ik ben hier. Ja, dit is een luik, maar ik krijg hem niet open. Luik? Ik help je wel. Okay. Ja! Ja! Wacht, pak me even van. Wow. Zie je dit? Dit is een tunnel. Ga erin. Erin? Ja. Oké. Ik heb mijn telefoon. Job, pak mijn telefoon. Okay. Nee, voorzichtig. Ja, ik ben voorzichtig. Ja, voorzichtig. Oké, geef mijn telefoon. Ja. Hier. Oké, Mee, als je zo beneden bent, moet je me even goed laten zien wat het allemaal... Mee? Ik had toch gezegd dat jullie daar moesten blijven? Dit kan niet langer zo. Als ik er niet kom, dan jullie ook niet. Waarom doe je dit? Wat ben je van plan? Nee. Het zelfvernietigingssysteem! Oké. Nee. Ik moet daar mee. Mee! Ze hoort me niet! Mee! Renier, we zijn bij een deur gekomen! Wat? Renier? Ja? Kun je ons horen? We horen je heel slecht! Renier, kijk, we zijn bij een deur. Kijk hier. Ja, maar we kunnen er niet in. Maar hoezo niet? Er zit een slot op. Jullie moeten opschieten. De boel ontploft hier zo. Wat? Het zelfvernietigingssysteem staat aan. Oh nee, en we kunnen er ook niet in. We hebben een sleutel nodig. Een sleutel. Wat? Mee! Wat? Mee, heb jij een ketting met een sleutel? Sleutel? Ja. Ja. Gaat goed. Zou dit hem zijn? Probeer hem. Pak mijn telefoon. En? Ja, oké. Ga naar binnen. Kom op. Nee. Stop! Wat? Wat? Stop met die deur. Ja, waarom ren je hier? Dat ben ik niet. Dat is die hacker. Gewoon doorgaan. Zien jullie mij? Ja? Ja. Goed. Ik ben Carlijn Grier. En ik snap dat jullie mij niet kennen, maar
Ik ben de achterkleindochter van Peter Reinders. Nee. Niet waar. Dat kan niet. Jawel. Ik weet alles over mijn overgrootvader. Ik wist van deze machine af en van het hart. Ik wist alleen niet waar deze was. Als deze überhaupt zou bestaan. Maar waarom heb je dit gedaan? Dat kan ik beter aan jullie vragen. Hoe bedoel je? Mijn overgrootvader had de control room speciaal in de Efteling verborgen. En wilde zeker niet dat deze daar ooit weg zou gaan. Ja, dat is mijn schuld. En van Fons. We wilden zo graag dat het gast het zouden zien. Dat snap ik. Maar toch, het had nooit gemogen. En nu staan jullie voor de deur om misschien wel het grootste geheim van de Efteling te onthullen. Ja, dat is wel waar, ja. Maar ik denk niet dat we dat moeten doen. Mijn overgrootvader had dat denk ik nooit gewild. Nee, dat denk ik ook niet. Moeten we de deur maar dicht laten? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik ook niet. Wat denken jullie? Open of dicht? Dicht, hè? Open. Wacht. Ik heb een idee. Oké. We gaan de deur openmaken. Maar heel eventjes. Alleen dan moeten jullie wel echt plechtig beloven dat jullie niets door zullen vertellen. Ja, nou, kom maar even allemaal staan. Ja, kom maar even allemaal staan. Steek je rechterhand omhoog en zeg mij na. Ik beloof. Het geheim. Nooit door te vertellen. Oké. Ja, ik geloof het wel, denk ik. Wat denk jij? Ik geloof ze. Ik ook. Carlijn? Ik geloof ze. Heel goed. Mee? Zullen we de deur dan maar openmaken? Ja. Oké. Zagen jullie dat? Dat was dat tweede vaandel. Mee, heb je dat gezien? Ik weet niet precies wat ik heb gezien, maar het was wel heel bijzonder. Mee, ik ga je terugflitsen. Carlijn? Carlijn, is de machine weer van ons? Ja hoor, hij is weer van jullie. Oké. Mee, ben je er klaar voor? Ja. Oké, daar ga je. Vaandel. Dat ding. Ik zei het toch? Hè? Maar niets doorvertellen, hè? Nee, ja. Oh, dat is Job. Ah, Mee, je bent er al. Sorry jongens dat het zo chaotisch is geëindigd. En Carlijn, kom alsjeblieft nog een keer terug in de Efteling. Ja, natuurlijk, heel graag. Ja, fijn. Oh, en Reinier, ja? De control room moet meteen terug hierheen. Ja, dat ga ik echt meteen doen. Hey allemaal, hoe gaat het daar? Hey, Fons! Wat? Ja, hierboven. Oh. Ja, er is zoveel gebeurd. Maar wat dan? Ja, dat vertel ik allemaal later wel. Maar niks ernstig, hoop ik. Niet meer. Nou ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie een hele leuke voorstelling hebben gehad. En tot snel in de Efteling. Houdoe! Houdoe! Ja, sorry dat ik sommige van jullie heb laten schrikken. Maar ik bedoelde het goed. Nee, het is ook echt onze schuld met de machine uit de Efteling nee, en zo. Nee, het is oké. Dankjewel alsnog. Hey, zien we je misschien snel weer in de Efteling? Ja. Oké. Doei. Doei. Jeetje, wat een avontuur. Oh, ik ben kapot. Wat gaan we nu doen? Ja, ik wilde dus eigenlijk nog wat vertellen over de Vliegende Holland. Misschien een beetje veel, oh, hè? Oh, misschien. Ja, oh, Mee. Kunnen we nog één keer dat liedje aanzetten? Ja. En dat we dan met z'n allen gaan zingen? Ja, leuk. Ja? Dan moeten jullie even allemaal gaan staan. Gaan we nog één keer zingen?
Zet jij hem aan? Ik zet hem aan. All right. We kennen de tekst. All right. Ik neem je mee, ver hier vandaan. Daar waar je alles beleeft wat je wil. Een wereld vol wonderen, waar sprookjes bestaan. Hier kun je dromen en vliegen en gillen. Dat kan wat harder, ik hoor jullie niet! Draken en elfjes, hoe ver je ook kijkt. Alles is anders dan waar het op lijkt. Hier ben je vrij, het is jouw fantasie. In de Efteling ben jij zelf de bron van alle magie. Dank jullie wel voor het komen en misschien tot in de Efteling. Houdoe! Oh. Doei! Ja, ik ga dit nooit meer doen. Waar moet ik heen? Hierheen, kom maar. Okay. Wat goed dat jij die sleutel had. Ik was hem compleet vergeten, hoe wist je dat? Ja.